Goedendag, welkom bij Sportclub Rijnmond. Ondanks dat er afgelopen weekend geen competitievoetbal was in verband met de Interlands, hebben we vandaag wel veel voetbalgerelateerde onderwerpen in onze uitzending. Zanger Jan Smit is bijvoorbeeld de nieuwe sponsor van topklasse Stedoco. We zochten oud-Spartaan Martin de Roon op in Italië. Feyenoorder Lex Immers organiseerde dit weekend zijn eigen darttoernooi. En we beginnen met Jong Oranje. Want de ploeg van bondscoach Fred Grim is vandaag vertrokken naar Slowakije, waar ze morgenavond spelen. Ze hebben zich voorbereid in Rotterdam over ski bij AGE. Wij gingen langs en spraken met Jean-Paul Boetjes en Tony Vilena. Dit keer niet over blessureleed of gebrek aan speeltijd, maar we legden de boezemvrienden allerlei andere vragen voor in de grote Ken je Mattie quiz. Opgepast, blijven zitten alsjeblieft. Kan je goed bij de knop zo? Oh ja, tuurlijk. Ja. Anders doe ik maar met zijn pootjes op. Ja. Peter? Nee, we kennen elkaar sowieso 15 jaar. Dik 15 jaar. En toen jullie elkaar voor het eerst ontmoeten, ogen lijken, goede klik. Toen niet. Of vond jij dat jongetje met die beugel heel vervelend? Nee, ik had nog geen beugel. Ja, had nog geen beugel. Maar zijn tanden waren wel... Yes! Oké, jongens, we gaan beginnen met vragen over Jong Oranje. Als je het weet, druk gelijk op de knop. Hand bij de knop. Waar wordt het EK gehouden? Hey. Nee, Tony als eerst. Frankrijk. Hé, hey, Frankrijk! Van ons toch? Ik bedoel eigenlijk... We beginnen bij Jong Oranje. Oh, Polen. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja. Wie won vorig jaar het jeugd-EK? Hey, zeg maar. Spanje. Servië. Zweden, jongens. Hey, Gustav Sorgi. Die weet je. Hoeveel broers en zussen heeft Jean-Paul? Jean-Paul heeft twee broertjes en één zusje. Hey, bijna de mist in. Is het goed? Ja, dat is goed. En hoeveel broers en zussen heeft Tony? Eén broertje, één zus. 2-1. In welke maand is Tony jarig? Januari. 3 januari 1995. Zo. In welke maand is Jean-Paul jarig? Ik weet het niet. Maart. Hey. Ja. Ja, dat is wel goed. Krijg je extra punt als je de datum neemt? Nee. Jammer. Nee. Bij welke amateurclub is Tony opgegroeid? VDL. Bij welke amateurclub, hij heeft er maar 2 weken gelopen, is Jean-Paul opgegroeid? Ik weet het niet. Ja, HOV, HOV. Ja. Nou man, hoe weet je dat ik HOV? We kennen elkaar goed, jongens. Ik heb 10 oud-ploeggenoten van jullie, van Feyenoord. En de vraag is, waar spelen die nu? Moeilijke en makkelijke. Hand bij de knop, want we gaan beginnen met de grappenmaker van de ploeg doen. Sekou Cissé. Nice. Socio. Zo. Kom maar, Tony. Je bent gierig. Hand bij de knop. Elvis Manu. Wat een lachen. Brighton? Brighton en wat? Is niet heel de naam? Ja, Brighton. Brighton. Ja. Kom op, hé. Ja. Wesley Verhoek. India. India is goed. Welke club? Dat weet ik niet, maar. Is het niet die Poon City? Ja. John Guidetti. Doe maar. Salta de Vigo. Ruud Vormer. Brugge. Gelijk, jongens. Het gaat nu echt spannend worden. Harmit Singh. Molde. Molde. Nou, ik dacht even Odense toch, maar hij is op Denemarken. Molde. Guion Fernandez. Hey, maar geen club. Australië. Ja, maar Australië. Maar ik weet niet waar. Yes, jammer. Ik weet dat het Australië, maar ik ken niet. Nee, je wist het niet. Ja, hij is passen. Australië. Gaan we een club, noem maar een stad. Sydney FC. Fout. Hij kent die steden niet. Melbourne. Nee, ook niet goed. Kurt, je hebt 1 vraag. Hij is moeilijk. Samuel Armenteros. Arabach. Nee. Niet Arabach, Karabach. Ja, Arabach. Nee, Karabach. Nee, in Azerbeidzjan. Je zegt toch ook geen. Je speelt toch ook niet bij Eienoord? Baku. Baku. Je speelt niet bij Eienoord, broer. Hij is dat? Is dat? Bij Eienoord. Nee, is toch raar? Maar hij weet wat ik bedoel. Nee, hij weet wat je bedoelt, maar je hebt het niet goed gezegd. Zullen we het dan op een gelijk spel houden? Ja, dat... Nee, ik ga er niet mee akkoord. Nee, dat is beter. Hé, wat zeggen ze? Moet je zo uit! Gelijk spel. Hij is weg. Weet je wat we doen? Nog gewoon kop of munt. Kop of munt. Ja, maar we moeten even spelen met een gooien toch? Oké, kom. Doei. Kom toch. Oké. En met dat de vlog. Munt. Ik win. En op Rijnmond.nl en op de Facebookpagina van Rijnmond Sport staat de uitgebreide versie van de quiz.
In verband met de interlands van Jong Oranje en het Nederlands elftal lagen Ere en Eerste Divisie dus stil dit weekend. In de topklasse werd wel gevoetbald. Zo kreeg Stedoco zaterdag Rijnsburgse Boys op bezoek. Maar ook Jan Smit. De Volendamse zanger is namelijk sponsor geworden van Stedoco en kwam tussen zijn vele optredens door even zijn contract ondertekenen in Hoornaar. De wedstrijd staat onder leiding van de heer Kloet, geassisteerd door de heren Waleveld en Willems. Veel Hollandse dan Stedoco zijn de clubs niet in het amateurvoetbal. Maar ook in het kleine Hoornaar kunnen ze verrassend uit de hoek komen. Een boerenclub met stadse fratsen. Zo noem ik het altijd maar. Want de topklasse heeft een aantal nieuwe sponsors weten te strikken. Waaronder het Volendamse Kras Recycling en zanger Jan Smit. Dat vraagt om uitleg. Ik ben zelf in contact gekomen met de familie Kras. Zoals misschien meerdere mensen weten is zij voorzitter daar. Dat heeft geresulteerd in een sponsorschap, vrienden van Volendam en af en toe keer met elkaar weg. En toen heb ik Jan aangeschoten. Ik zeg, ik vind het allemaal prima, maar jij gaat nu iets terug doen voor Stedoco. En dat heeft hij gedaan voor 5 jaar, dus heel blij mee. Wij zijn zelf natuurlijk voor FC Volendam en ik sponsor de jeugd van de amateurvereniging in Volendam ook. En ja, als je ziet, dit is natuurlijk ook Stedoco zelf, speelt inmiddels in de topklasse. Die maken een stormachtige ontwikkeling door. En ik vind het leuk om daar een steentje aan bij te kunnen dragen. En dus zit op zomaar een zaterdag in november de bekendste zanger van Nederland in de bestuurskamer van een voetbalclub uit Hoornaar. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. En dat is het eigenlijk ook voor de Volendammer. Ik wilde vroeger voetballer worden en dat is uiteindelijk niet gelukt. Ik was niet goed genoeg. Dus toen ben ik maar gaan zingen. Nou, dat is iets beter afgegaan. En ik zit zelf in bestuur bij FC Volendam. Ik heb zelf 15 jaar gevoetbald. En waar ik kan, kijk ik voetbal. Of het nou thuis is of op mijn telefoon of teletext, internet, het maakt niet uit. Alles is voetbal. Het gevolg van zijn liefde voor de sport en de contacten met Stedoco is dat Jan Smit de komende 5 jaar op de mouw van het shirt staat. Ik ben gewoon trots. Ik vind het leuk. Ik zag al foto's. Ik kreeg meteen foto's toegezonden toen mijn naam erop stond. Het is toch gewoon apart. Dat de jongens, ik weet niet of ze er blij mee zijn, maar ja, die jongens lopen wel met mijn naam op hun arm. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar het is te hopen dat Jan Smit, naast een aardige stem, ook een oogje heeft voor voetbaltalent. Want dat kan geen kwaad in Hoornaar. Stedoco blijft voorlopig de nummer laatst van de topklasse, omdat het tegen Rijnsburgse Boys niet verder komt dan 1-1. Het begon voor Lex Immers 4 maanden geleden als een geintje. De organisatie van een grote dartstoernooi in Den Haag. En afgelopen weekend werd dat geintje werkelijkheid. In het stadion van ADO Den Haag werd gestreden om het DHEC Championship. Grote namen als Jelle Klaassen en de gebroeders Huibrechts kwamen naar Den Haag, maar daar bleef het niet bij. Ook 2 ploeggenoten van Immers gooiden een pijltje mee. Het was eigenlijk een beetje een geintje en ik zeg, het is een beetje uit de handen gelopen. Maar al met al is alles goed geregeld. Ja, nou, gisteravond was hij wel erg gestrest hoor. Hij zegt dat hij dan niet gestrest is, maar dan gaat hij, toen we bijna klaar waren met opbouwen en zo. En dan komt er wel de stress wel eruit dat hij een beetje lelijk gaat doen. Ik hoop dat over 2 dagen dat we het goed afsluiten. Dat het een mooi toernooi is geweest en dat alle mensen hier het naar de zin hebben gehad. En hij kon er helemaal niks. Darts, voor de een gezellig kroegspelletje, voor de ander bloedserieuze sport. Naarmate hij een beetje met scores hield hij ons een beetje op de been. En uiteindelijk had ik een mooie 120 finish en ik gooide de laatste wedstrijd pijlen gooide ik ook uit. Dus uiteindelijk wonnen we gelukkig met 3-2. 120 finish? Ja, is niet slecht toch? Nee, is geen kattenpist. Nee, daarom. Dus er stond een beetje druk op met de camera's om me heen, maar ik gooide hem wel uit, dus was ik blij om. Redelijk, zeker 100 en zo, weet je, maar daarna was het even in het midden, was het een drama. En nu net goed geëindigd, man. Ik gooide 120 uit. Hoe laatste? De ene laatste, ik gooide 2-2 was 120 en daarna net gooide ik dubbel 5 uit. Bam! Ja, dat is gewoon de mentaliteit van een topsporter. Altijd willen winnen, het beste willen presteren. En zo zit ik in elkaar en ik denk dat elke sporter zo in elkaar zit. Met zijn Feyenoord-ploeggenoten Michiel Kramer en Jens Toornstra gooit Immers op de club regelmatig een pijltje.
Michiel en Jens kunnen absoluut darten. Maar ja, dat zullen we straks zien natuurlijk, hoe dat gaat met het darten. Of ze een beetje kunnen omgaan met de druk. Mijn hand is wel redelijk vast, dus ik kan wel... Als ik 20 gooi, is het vaak 60, zeg maar. Ja, Michiel heeft zulke lange armen, die prikt ze er zo in, hè. Nee, Michiel kan wel aardig gooien, hoor. Die gooit wel vaak boven de 100 ook, dus ik hoop dat hij dat vandaag ook doet. En als ik dan een beetje gooi, dan hebben we misschien wel kans. Als ik 3 keer in de 20 gooi, dan heb ik het prima gedaan vandaag, hoor. Ik denk dat ik zo meteen zo sta te gooien, heb ik het idee. Dus ik denk dat ik weinig voordeel heb. Toornstra en Kramer, die de eerste ronde knap overleven met een baai, moeten het opnemen tegen het Belgische duo Batens van Zwalm. Hey, wat is dit dan? Heb je het gezien of niet? Is deze loting al eerlijk gegaan of niet? Hallo, Michiel. Hey, hallo. Yes. Ja, wij zijn wel een team, hè? Dus als we doorgaan, dan is het wel een teamprestatie. Dus ja, wij zijn voetballers eigenlijk. Ah, jullie zijn voetballers? Maar de jongen die het georganiseerd heeft, Lex, is er bij ons op het elftal. Dus we zijn een beetje... Zo. Ja. Succes. Yo, succes. Help pakken, kom maar. Kom maar. Scherp. Oké, Jens. Ai. Gewoon Jantje dit. Yes. Goed zo. Oh, hey, gefeliciteerd, man. Gefeliciteerd. Hey, goed gespeeld, man. Goed, man. Hey. Vond de scheids ook niet top. Zo, nee. Maat op bord ook. Het was allemaal... Het werkte niet in ons voordeel, zeg maar. Dus dat is helaas... Wat deed Michiel fout, Jens? Je kan de vraag beter andersom stellen, denk ik. Wat hij goed deed. Dan ben ik sneller klaar. Nee, ja, die gasten waren veel beter, man. Die gooiden 100 iedere keer. Ja. Ik was blij dat we dubbel, kans op dubbel hadden, in ieder geval. Ja, die mis je dan. Ja, dat is pech. Dus moet de eer worden hooggehouden door Immers, die zelfs stiekem denkt aan een profbestaan. Je weet niet hoe dat gaat. Kijken hoe ik over 2 jaar ervoor sta met darten. Als ik over 2 jaar of over 3 jaar hetzelfde niveau heb als wat ik dit heb. Ja, dan moet je ook je conclusies trekken. Dan moet je ook bij jezelf denken van ja, het gaat het niet worden. We blijven gewoon voor het plezier darten. Maar zolang ik stappen blijf maken, blijf ik er ook voor trainen. Immers haalt de finales uiteindelijk niet. Maar kan desalniettemin terugkijken op een geslaagd dartweekend. Ik denk dat dat Lexi trots kan zijn op hetgene wat hij gedaan heeft vandaag. Volgens mij heeft hij veel dingen in zijn eentje geregeld. Dus ja, dan doe ik daar mijn petje wel voor af. Ja. Hij was zelf ook verrast toen Atalanta Bergamo afgelopen zomer ineens bij hem aanklopte. Maar Martin de Roon uit Hendrik Ido Ambacht twijfelde niet. De door Sparta opgeleide middenvelder liet Heerenveen achter zich en begon met zijn vriendin een nieuw leven in Italië. Bij Atalanta blinkt hij inmiddels wekelijks uit op het middenveld. En wat voor de Roon nog belangrijker is... Hij werd onlangs vader van dochter Evi. Word je wakker? Word je wakker? Hm? Ja, mijn dochter is vorige week geboren. En ja, zo klein, maar zo mooi. En ja... Als je weg bent, wil je terug naar huis om haar te zien, om een kusje te geven. En ja, het is gewoon echt geweldig. En familie is langs geweest. Mijn moeder en mijn zusje die zijn er nog. En ja, het is geweldig. Je wordt wakker in de nacht, maar je wordt graag wakker. Omdat je gewoon, je wilde zien, je wilde vasthouden, je wilde knuffelen. En dat is echt, je weet niet hoe mooi het kan zijn als je het nog niet hebt meegemaakt, maar... Ja, dat is geweldig. Dat is echt geweldig. Hey, slaapkoppie. Martin de Roon is op zijn plek in het Italiaanse Bergamo. Als kerstverse vader en als middenvelder van Atalanta. Een jaar geleden had hij zich dat nauwelijks voor kunnen stellen. Want ook al speelde hij prima als verdedigende middenvelder van Heerenveen... de interesse vanuit Bergamo kwam toch vrij onverwacht. Ik denk dat je niet voor niets aanvoerder wordt en... Ja, eigenlijk bij alle trainers die ik heb gehad speelde ik veel en was ik wel een belangrijke schakel in het team. Ik werd zelden gewisseld, alleen voor de neutrale kijker zal ik zeker niet de eerste zijn die opvalt. Maar goed, blijkbaar, de scouts van Atalanta vonden het goed genoeg. Dus heb ik deze mooie stap kunnen maken. En dus speelt de Roon inmiddels zijn wedstrijden in Bergamo. Een schitterend startje vlakbij Milaan. Het ligt half in de bergen en half beneden. Je hebt... Città Alta en Città Bassa, om het zo maar te zeggen. Dus de hoge stad en de lage stad. En het ligt prachtig in de bergen. En voor de rest was ik nog eigenlijk
nog nooit in Italië geweest, dus ik wist ook niet zo heel veel wat ik ervan moest verwachten. Maar tot nu toe positief verrast. De scouting en de technisch directeur van Atalanta die zijn 10 keer bezig komen kijken bij wedstrijden van Heerenveen. En toen eigenlijk na de 10e wedstrijd heb ik te horen gekregen dat ze mij echt wilden gaan halen en dat ze een bod ging uitbrengen. Dus heel apart, omdat ik had net een contract verlengd en ik was er niet echt op voorbereid. Maar ik werd gebeld en eigenlijk vroeg Kees Ploegsma vroeg aan mij of ik pasta lustte. Dus dat was wel een grappige manier om te laten weten dat Italië interesse had. Vorig seizoen had Atalanta het moeilijk in de Serie A. Nu staat de club op een keurige 8e plek. In de laatste wedstrijd voor de interlandbreek hield De Roon met zijn team AC Milan in Milaan op een 0-0 gelijkspel. Met De Roon uiteraard in de basis. Want als verdedigende, taakbewuste middenvelder geniet hij veel aanzien in Italië. Hier hoef je niet de allerbeste wedstrijd te spelen om waardering te krijgen. Als jij 3 keer de bal afpakt en dan vervolgens 3 keer goed inlevert, dan staan de mensen zeg maar te klappen en te springen voor je. En, het resultaat is hier gewoon heilig. En, ik denk dat je hier in Italië nog wel meer God wil ik niet zeggen, maar dat je nog wel meer op een voetstuk staat dan als in Nederland. Het is ook wel mooi om het zo eens mee te maken. En daar krijg je ook heel veel waardering en leuke contacten van, zeg maar, hier met de supporters. In de jeugd bij Feyenoord redde hij het niet, maar bij Sparta vocht hij zich terug en werd hij basisspeler. Als aanvoerder van Heerenveen zagen de kenners al wat hij in zijn mars heeft. Maar het lijkt erop dat De Roon in Italië pas echt de waardering krijgt die hij verdient. Al is voetbal deze dagen eigenlijk even bijzaak. Was je lekker wakker? Ben je nog geen week oud en zit je weer op de camera? Huh? Ja, er zijn bijna geen woorden voor. Je wordt echt je wordt naar huis getrokken. Hè? Je wilde vasthouden, je wilde zien. Als je weggaat, dan geef je er nog 10 extra kusjes. Je houdt het nog even vast. Als je 2:30 weg moet, dan zeg je om 2:00 niks meer. Ik wilde nu een 1/2 uurtje voor mezelf en dan ga ik weg. Dus dat is geweldig. En ik kreeg mijn dochter en ik speelde in het mooiste stadion van Italië. En tegen de grootste club waar ik ooit tegen gespeeld heb, tegen Juventus. Het is geweldig. En dan Lazio Roma, ook geen klein clubje in Europa, denk ik. Die win je dan op een geweldige manier thuis. Dus je leeft inderdaad wel een beetje in een droom. En misschien word ik dadelijk wel opeens wakker geschud. Maar op deze moment blijf ik lekker even op die roze wolk, zeg maar. En met het familiegeluk van Martin De Roon komt er een einde aan Sportclub Rijnmond. Komende vrijdag zijn we weer met FC Rijnmond. Cor Pot is dan onze gast. En tot die tijd is al het sportnieuws uiteraard terug te vinden op rijnmond.nl of op Twitter. Ik wens u nog een fijne dag.